Het is maandagochtend en het is hier hartstikke druk, want de mensen moeten eerst nog een begin van de week krijgen om goed op te letten. Wat is je hier opgevallen vanmorgen? De bussen rijden hier heel raar op de weg. En het is hier heel druk en het heeft vannacht geregend hier. En er zijn heel veel waterplassen. Er zijn heel veel keulen, zodat alles er veel waterplassen zijn. Ja, en als de olie ligt, dan is het nog gevaarlijker, want dan bussen en fietsers en auto's die slippen dan. Ja, dat is heel gevaarlijk. Net zoals die bus net, die slipt er ook bijna. En is hier verder wel ruimte genoeg voor de auto's? Nee. Ja, verder wel. Zeg eens, wat is hier te zien? Een oliespoor. Ja? Daar mag je daar niet in. Op dit punt komen veel passagiers met de bus en de trein. Daarom zijn er bij aankomst van de trein of bus veel voetgangers die dan moeten oversteken. Er is hier helaas geen zebrapad, wat volgens onze filmmakers een enorme verbetering zou zijn. De animatie laat zien dat een zebrapad hier absoluut op zijn plaats is. De 30 kilometer zone geldt hier niet. Die begint pas na ongeveer 50 meter in de Haanstraat. De bussen hier heel gevaarlijk rijden. Ja. En meters hoge waterplassen liggen. En het is hartstikke druk. Met gewoon verkeer, met alles. Auto's, fietsers, bussen, alles is hier heel druk in de ochtend. Wat zou hier verbeterd kunnen worden, denken jullie? Misschien daar op de hoek, waar net die bus rijdt, een spiegel, zodat je kan zien waar hier de auto's komen. Een spiegel, ja. En de bestrating opnieuw aangelegd worden, een asfaltstraat. En ik vind dat er hij dan weer andersom moet, want nu gebeuren er veel meer ongelukken als het het eerst was. Dit is hommelpoel en het is hinderlijk voor de voetgangers en je kunt zien als er al voetspoor in zit.